Mensen hebben dromen. En LEADER helpt dromen te realiseren. LEADER maakt deel uit van een Europees programma dat subsidie geeft aan meer dan 2200 plattelandsgebieden. Doel van LEADER is het leefbaar en vitaal houden van het platteland. Ook Flevolanders mogen gebruik maken van de LEADER-subsidies. Met deze steun kunnen mensen projecten opzetten die hun omgeving economisch of sociaal versterken. Zo dromen de jongeren op Urk van een nieuw jeugdcentrum. Hun oude stek De Koffiebar is ernstig vervallen en ze hopen op ondersteuning van LEADER. Ingrid, een van de projectondersteuners van LEADER voor de provincie Flevoland, komt langs voor een kennismakingsgesprek met vrijwilliger Pieter. Zijn de ruiten allemaal ingeslagen? Ja, we hadden de ruiten van de binnenkant dichtgemaakt. Maar het is toch, er zijn ramen ingegooid en dat moet nu allemaal opgeruimd worden. Ja, het is echt een puinhoop. Ja. Hoi, jullie zijn druk bezig? Ja. Jullie komen hier ook altijd bij de koffiebar? Ja. Dus, zijn er geen andere plekken waar je heen kan gaan hier? Ik vind het heel belangrijk zeg maar, dat je met je vrienden ergens kunt zitten, maar niet elke avond jongens achter je kont aan zitten en je een beetje zit te stalken. Ik vind het heel belangrijk als je leuk met je vrienden ergens kan zitten en met serieuze gesprekken kunt hebben en gewoon lekker plezier. Ja. Nou, dit is de hoofdruimte, de zaal. Zoals je ziet ook wel wat plekken met lekkage. Wat zijn precies jullie plannen? Nou, wij willen graag een nieuw gebouw eigenlijk. Wat bij LEADER belangrijk is, dat je niet als vereniging zomaar een nieuw gebouw gaat neerzetten, want daar hebben wij geen subsidie voor. Maar als je naar samenwerking met andere partijen zoekt die ook op zoek zijn naar een ruimte waar zij gebruik van kunnen maken, dan maak je wel weer kans op een LEADER-subsidie. Nou, dat is mooi, want we hebben al een beetje contact met jeugdopvangwerk, Stichting JOW hier op Urk. Ook een jeugdopvangorganisatie. Hier is de folder waarin je het nog eens een keer goed kunt nalezen. Daar staat alles ook ingenoemd. En daarnaast hebben we nog een avondformulier en een projectplan dat je moet schrijven. Nou, ik ga ermee aan de slag. Oké. En heel veel succes. Ik zou zeggen, hou me op de hoogte. Ja. En voor vragen kun je me altijd mailen. Is goed, zal ik zeker doen. Inwoners van Tollebeek hebben al ervaring met LEADER. Deze week beginnen ze met de bouw van hun inmiddels zesde en meest prestigieuze LEADER-project. Een groot multifunctioneel centrum. Na een voorbereidingsperiode van maar liefst 3 jaar staan projectvrijwilligers Jan en Henk op de plek waar het allemaal gaat gebeuren. Dus daar, waar nou de kraan is, dat wordt de hoofdingang. Ja. Wordt dit een sportzaal? Hè? Dat wordt een grote sportzaal met hier de bergingen, de toestellenberging enzovoorts. Het begon een aantal jaren geleden met de omstandigheid dat de enige gymzaal die we hier hebben voor het gymnastiek onderwijs voor de lagere scholen zou op termijn gesloten worden. De gemeente zei op dat moment, wij willen voor de scholen een nieuwe gymzaal bouwen. Het dorp zei, van wij willen wel meer dan een gewone gymzaal. We willen hem ook gebruiken voor het verenigingsleven. We willen hem gebruiken voor sportverenigingen. Tollebeek heeft ook geen basis medische voorzieningen. En we hebben weliswaar een voetbalvereniging, maar met een clubhuis wat ook eigenlijk een beetje op instorten staat. En al die verschillende elementen samen hebben geleid tot het ontwikkelen van plannen waarbij we alles onder één dak kunnen brengen. Van begin af aan heeft de provincie vrij reëel gewaarschuwd van als je aan zo'n omvangrijk project begint, weet dat je doorzettingsvermogen nodig hebt, weet dat het wel eens een keertje tegen zit. Dit is dan de Zuidoostgevel, maar daarvoor heb je nog die overdekte ruimte en dat wordt het pareltje van ons centrum. Zeker, dat wordt de VIP-tribune. Ja. Van de skyboxen, zeg maar. De voetbalvereniging Tollebeek. Het enige wat nu nog rest, dat is kampioen worden. Ze hebben geen andere keus meer. Ja. Op Urk is het oude vervallen clubhuis van jongerenvereniging De Koffiebar onveilig verklaard en gesloten. De Koffiebar is nu een samenwerkingsverband aangegaan met een andere Urker jongerenvereniging, het JOW. Samen hopen ze genoeg geld bijeen te krijgen om een oude disco te kunnen kopen als hun nieuwe onderkomen. Vrijwilliger Jacob inventariseert wat er allemaal verbouwd moet worden. Er is een hele klus hier, jongen. Kijk, dit podium, dat moet eruit.
Het plafond dat moet wel aangepast worden, want er is nog wel wat schade hier en daar. En wij willen graag een invalide toilet plaatsen. Dat kan hier nooit in gerealiseerd worden, volgens mij, want dat is te krap, zeg maar. Nou, daar heb je natuurlijk een bepaalde eisen aan, een invalide toilet. Kijk, als ik de plattegrond heb, dan kan ik er wel even een voorstelletje van maken. Want die gaat dan naar die hoek toe. Die kan hier een opening maken. Een keuken zijn we nodig en dan moet hier een nieuwe entree gemaakt worden. Het is een jongerencentrum. Maar deze bar kan dus die bar die moet eruit. We hebben een heleboel donateurs. Kunnen we wel krijgen in Urk. Daar gaan we hard mee aan de gang natuurlijk, dat, die, dat er de bevolking gaat geven. Ja, maar die hebben we ook hard nodig. Er is een boel te doen de komende tijd. Ja. Het is een feestelijke dag voor alle Tollebekers. De bouw van hun lang verwachte multifunctionele centrum gaat beginnen. Een vrijwilliger zal het start zijn geven door middel van het slaan van een symbolische eerste heipaal. Voor initiatiefnemers Henk, Jan en Hans is het een lang verwacht moment. Ah, voorzitter. Nou, je bent je al aan het mentaal voorbereiden. Het is zover, hè? Een dagje. Ja. Prachtig. We zijn bijna 4 jaar bezig geweest met vergaderen en papieren en overleggen en dingen. Dat vind ik allemaal heel leuk. Maar ik ben toch meer de man van de schop, bij wijze van spreken. Dus dit spreekt mij geweldig aan. Op een gegeven moment heb je een plannetje en daar praat je met iemand over en nou, ah joh, dat kan toch niet. En verdikken, nou zijn ze bezig. Dat is toch ook alweer leuk. Hij zo een idee krijgt en dat er ook nu weer uitkomt. Het dorp heeft het opgepakt. Ja. En als het dorp het niet opgepakt had, dan was er niks gebeurd. Toen we vorige week hoorden dat er vandaag al geheid zou worden, toen verraste dat ons best wel een beetje. Want op zo'n korte termijn krijg je echt geen hoogwaardigheidsbekleder zover om naar Tollebeek te komen om een eerste paal te slaan. Maar dat is niet zo erg, want in Tollebeek is een dorp van vrijwilligers. En we doen hier eigenlijk alles zelf. Dus die eerste paal, die kunnen we ook wel zelf slaan. 1 vrijwilliger willen we vandaag wat extra in het zonnetje zetten. Marta, je bent altijd het gezicht van de voetbal geweest. En als je in de kantine komt, was het heel gewoon. Marta staat achter de bar en als je vuile voeten had, dan kreeg je dat gelijk te horen. Ben ik heel blij dat ik zoveel waardering krijg van een dorp, van de sportmensen hier, van de voetbal. Dat ze mij de eer gunnen, want het is wel een eer natuurlijk, om de eerste paal te slaan. Het is een goede gewoonte om onder de eerste paal een muntstuk te leggen. We hebben hier een Rijksdaalder uit 1980. Die gaan we eronder leggen. Brengt geluk. Omdraaien, 2 knopjes tegelijkertijd indrukken en klaar is Carla. Als ik die eerste paal niet geslagen had, was het hele gebouw nooit gekomen. Ja. Zo is het. Zo is het, ja. Iedereen is er blij mee. Vergeet niet, het is een dorp van net iets meer dan 2000 inwoners. En we hebben een enorme mooie en moderne accommodatie die hier gaat verrijzen. Doet veel voor sport. Maar het doet ook veel voor de sociale samenhang van het dorp. En mensen ontmoeten elkaar hier. De saamhorigheid in het dorp is heel belangrijk. Zullen we nou een borreltje erop gaan drinken? Lijkt me een geweldig idee. Hè? Ja, weet je? In Krachenburg zijn ondernemers Marga en Vincent Oosterwijk druk bezig met hun tweede Lieder-project. Al eerder bouwden ze met steun van Lieder hun boerderij om tot een goed lopende 5-sterren groepsaccommodatie. Hun nieuwe project wordt nu het Blote Voetenpad. De bedoeling is dat dit een kleurrijk park gaat worden. En het bijzondere is dat je het op blote voeten moet gaan bewandelen. De bomen staan er al, er is gras ingezaaid. En nu willen we eigenlijk aan de buitenkant voor de randen, de akkerranden, willen we graag wat opfleuren. Zeker als wij gasten hier uitnodigen. En natuurlijk heel mooi als dat geven met een mooie kleurenparadijs gaat worden. Dus we gaan nu zaaien. Als ik tenminste het touwtje los kan krijgen. Toch even controleren hoe de zaaimachines zijn afgesteld. Maar je mag voor mij iets dieper zaaien, Jan. Wat gaan de vogels ermee vandoor? Het is een pad.
van ongeveer 2 kilometer die hier zal worden gemaakt. En in die route hebben wij ook nog een 15-tal verschillende ondergronden. Dat is van grit, glas, kiezel, grotere keien. In bakken plaatsen we die. En dan is de bedoeling dat de mensen daar doorheen lopen op hun blote voeten. Ja, het is natuurlijk hartstikke spannend om zoiets op te zetten. En om te kijken of mensen dat ook net zo leuk vinden als dat wij dat vinden. En tevens kunnen gaan zien wat voor een prachtig gebied wij hier hebben. Hoeveel rust hier nog is. Het staat zo haaks op het jachtige leven in de Randstad bijvoorbeeld. Wij hebben hier geen files, we hebben hier niet eens verkeerslichten. Dus kijk om je heen, dat vind je toch nergens meer. De liefde van Marga en Vincent voor de polder is zo groot dat ze naast het blote voetenpad een museum willen inrichten over de geschiedenis van de Noordoostpolder. Dit betekent wel een rigoureuze verbouwing van hun oude koeienstal. Nou, een hele klus nog, hè? Ja, veel meer. Ja. De Noordoostpolder bestaat nog niet zo lang. Het is toch met mensenhand is het hier ontrokken van de zee. En het is toch veel met handarbeid is het allemaal gedaan. En mijn vader heeft er ook bij gehoord, bij die pioniers. Het is toch wel een heel stukje bijzondere geschiedenis. Het is ook iets om eigenlijk ook als Hollander eigenlijk toch wel wat trots op te wezen. Als je kijkt wat wij kunnen doen met een dijk en water en een goede pomp erbij, dan kunnen wij fantastisch nieuwe land kunnen wij creëren. Lieder, dat loopt nog. De aanvraag is weg. Nou goed, als we het geld, de subsidie dus niet krijgen, ja, dan houdt het natuurlijk op. Of moet Vincent minder te eten geven in de toekomst. Maar goed, we zullen toch ergens op moeten bezuinigen dan. Maar we laten ons natuurlijk absoluut niet van weerhouden om dit leuke plan uit te voeren. En daar zijn we allebei van overtuigd. Afbreken hier in het paviljoen is geen optie. Nee. Wij gaan gewoon door. Met de 2 jongere verenigingen op Urk gaat het goed. Ze hebben de gemeente bereid gevonden mee te betalen aan de verbouwing van de disco. Nu kan gestart worden met de aanvraagprocedure van de leadersubsidie. Voor vrijwilligers Pieter en Jacob een uitdaging, want hoe gaan ze de jaarlijks terugkerende kosten betalen? Het gaat er met name om, je gaat voor ruim 300.000 euro lenen. Ja. En hoe ga je dat? De jaarlijkse aflossing ga je ervan betalen. En de overige lasten die het pand meebrengt met de onderhoud en zo. Moeten we toch een 35.000 euro moeten per jaar moet er op tafel komen. Ja. En je onderhoud. Als je nou kijkt wat wij als stichtingen kunnen dragen, dat houdt bij 15.000 euro op. Dan moet er nog een kleine 20.000 euro moet er van elders komen. Jacob hoopt dit bedrag op te kunnen halen met een donateursactie. Maar of de Urker bevolking geld over heeft voor dit project, is nog maar de vraag. In Tollebeek loopt alles op rolletjes. Vandaag bereikt het multifunctioneel centrum zijn hoogste punt. Om dit te vieren krijgen de Tollebekers bezoek. De gedeputeerde van de provincie Flevoland, Anne Bliek, komt langs om het traditionele pannenbier mee te drinken. Dit is een geweldig voorbeeld van een leaderproject. En ik vind het ook ontzettend leuk om te zien dat er zoveel mensen bij betrokken zijn. En daarom komt ook zo'n project tot stand. Als het hoogste punt bereikt is, dan is dus een traditie in de bouw, dan wordt er bier gedronken door de bouwvakkers. Maar omdat het nu 2:30 is, die mannen moeten nog 1,5 uur werken, dus die krijgen een alcoholvrij biertje. Bent u in staat om met een aanstekende fles bier te openen? Nou ja. Nou, hartelijk dank. Dit is een mooie samenwerking, een goed voorbeeld van hoe iedereen het in Lieder eigenlijk altijd doet. Zal ik dit soort nemen? Proost. Proost. Als u kijkt naar dit project, ja, dan is dat eigenlijk de essentie, het wezen van Lieder. Want hierin komt terug dat voor het dorp eigenlijk ontzettend veel organisaties, verenigingen en mensen samenwerken om één gebouw te krijgen en dat iedereen daar ook zijn plaats in kan krijgen. En dat betekent dat die leefbaarheid in het dorp zelf blijft en dat niet iedereen voor elk wisselwasje maar het dorp uit moet. Nou, dat is gewoon leefbaarheidsbevorderend.
Bij het blote voetenpad kijken Marga en Vincent met smart uit naar de goedkeuring van hun leader-aanvraag. Die goedkeuring is nodig opdat geld dat is toegezegd door de bank vrijkomt. Geld dat hard nodig is om verder te kunnen met de bouw van hun museum. Die leader-aanvraag voor ons is natuurlijk dat is nu bij de derde stap aanbeland. We zijn begonnen bij provincie, daar hebben we het plan getoetst. Zij waren akkoord. Toen is het vervolgens ingestuurd naar de LAG-groep. Dat is een lokale actiegroep die kijkt of het voldoet aan de bepaalde criteria die ervoor staan. En nu ligt het bij de derde partij, DLG. Dat is dienstlandelijk gebied. Helaas duurt dit hele aanvraagproces door een reeks kleinere vertragingen langer dan verwacht. En daar balen wij van als een stekker. Wij wilden graag voor de zomer ons park openstellen, zeg maar, voor de mensen. Maar goed, als dat op deze manier blijft voortgaan, dan zal dat toch ernstig in de problemen komen. Ingrid van Leader heeft toegezegd na te vragen of de aanvraag van Marga inmiddels al is goedgekeurd. Marga kan hier elk moment een bericht over krijgen. Hoeve Marant, goedemiddag met Marga. Hallo Ingrid. Nou, dat is heel mooi. Alleen is het mogelijk, zeg maar, voor jou om de bank hier over te informeren? Even via een e-mail of zo, dat zij dus weten dat het akkoord is. Ja, want het is voor ons wel belangrijk, omdat we natuurlijk dan verder kunnen met, ook met de leveranciers en het bouwbedrijf, zeg maar. Dat moet toch gewoon door blijven lopen. Anders moeten we nog een paar weken wachten. Dat is toch wel een beetje lastig voor iedereen. De aanvraag is dus goedgekeurd, maar het staat nog niet officieel op papier. Omdat dit nog enige tijd kan duren, belt Ingrid met de bank om te vragen of zij genoegen nemen met een telefonische mededeling over de goedkeuring. Na 5 minuten belt Ingrid Marga terug. Ja, nou, dan hebben we een probleem. Want dan kunnen wij dat niet meer halen. Ja. Ik kan mij moeilijk tot op de draad toe uitgeven, want ik heb ook een gezin, hè? Ja, dat is goed. Oké, okay, doeg, doeg. Nou, de bank wil eerst het stempeltje, dus... nog langer wachten. Ja, dit is gewoon waardeloos. Dus, het is gewoon niet leuk. Voor de jongeren van Urk is het een spannende dag. In Lelystad vergadert de lokale adviesgroep De Lach over hun projectaanvraag. De Lach lijkt unaniem positief over het nieuwe jongerencentrum, totdat het gaat over de exploitatiekosten. Het inkomsten- en uitgavenverhaal is gewoon absoluut niet in verhouding. Dat moet beter. Ik snap ook wel dat die exploitatierekeningen, dat het allemaal niet helemaal zo is als dat wij graag willen zien. Maar we zitten hier wel als groep om aan de voorwaarden te toetsen. En dan kun je dus absoluut niet te licht over dit soort toch cruciale zaken heen stappen. We moeten toch goed kijken. Dit zijn twee jongere groepen die dus met elkaar samen gaan werken. En ik denk dat we dat echt moeten stimuleren. Roel, het gaat om continuïteit van het project. Daar staan we voor. Het is niet iets voor een jaar. Het gaat om heel veel geld. En dat moet zorgvuldig gebeuren. We weten allemaal van de problematiek van de jongeren in Urk de laatste jaren. En er zijn weinig initiatieven die eigenlijk bijdragen dat de jeugd weer bij elkaar komt van allerlei gezinten. En daar is dit een mooi initiatief voor. Kunnen we dan niet wel gewoon positief adviseren, mits we de initiatiefnemer dus vragen om een aanvulling op de exploitatiebegroting? Vooralsnog een positieve uitkomst. Maar de Urkers zullen de LAG nog wel moeten overtuigen dat ze blijvend genoeg inkomsten kunnen genereren. In Tollebeek lopen ze achter op schema. De bouw van het multifunctioneel centrum is vertraagd doordat er nog geen goedkeuring was van een aantal detailconstructieberekeningen. Inmiddels is de winter ingetreden en is het ernstig gaan vriezen. Tijdens de bouwvergadering wordt besproken welke consequenties dit heeft voor de planning. Dus de laatste weken ligt er niet om, dus het schuift weer door. Ja. De dakbedekking ligt stil, de dakdekker wordt graag bezig. Er is geen sneeuw op het dak ligt. De voorlopige inschatting is dat we in wezen op deze conceptplanning alweer 2 weken hebben ingeleverd. Ja, ja.
En is er geen mogelijkheid om dat op een andere manier in te halen? Of... Ja. Temperatuur is er niet naar om door te doen. Het dak kan niet afgewerkt worden doordat het veel te glad is. Als het dak niet wind- en waterdicht wordt, kunnen ze het gebouw niet droogstoken. Kan er geen beton gestort worden, er kunnen geen muren afgewerkt worden. Dat wordt nu toch wel zorgelijk. We lopen 2 maanden achter op het schema. En we hebben afspraken met toekomstige gebruikers. En iedere week dat later wordt, betekent voor hun dat ze hier niet aan de gang komen. En voor ons geen inkomsten. Bij het blote voetenpad is de lang verwachte beschikking binnen. De bank heeft het geld vrijgegeven en Marga en Vincent werken dag en nacht om nog voor het einde van het seizoen open te kunnen gaan. Ik denk dat dit nou de 5e bak is die we aan het vullen zijn. Deze keer staan er stammetjes op het menu, boomstammetjes. Ja, het was toch wel veel werk. Het is helemaal nieuw. En we leggen zelf de lat toch nog wel vrij hoog. Ik heb diverse keer toch wel het moment gehad van, goh, waar zijn we nou precies mee begonnen? Maar ik denk wel dat ze toch al de moeite en al de tijd die we erin gestoken hebben, zeker waard is. Het is een, voor de polder zeker innovatief plan. Er zijn slechts 5 paden in Nederland bekend. En dit is dus het 6e. We hopen dat we het op tijd klaar hebben voor de opening. Nou, waarom? De klaprozen, korenbloemen. Er is zoveel te zien. En dat bloeit nu op dit moment. Dus het zou zo jammer zijn om de opening nog uit te stellen. Er is veel stress, vooral op het laatst nu. We moeten nog erg veel doen. Ook in het paviljoen, het museum voor de pioniers. Daar moeten foto's worden opgehangen nog. De teksten moeten er nog bij. Dus we hebben nog wel heel wat werk te verzetten voor de opening. Nou, dat is natuurlijk prima te doen dit. Gaat hartstikke goed. Het is echt leuk om te doen. Lekker bezig zijn in de natuur. Kan niet mooier, joh. Ja. Bij de jongeren op Urk heerst opwinding. Vandaag start de grote donateursactie. Als de actie een succes wordt, geeft de LAG een positief advies over hun liederaanvraag. Speciaal aanwezig voor de aftrap is de burgemeester van Urk, Jaap Kroon. Nou, daar gaat hij dan, de eerste donateur. Dat er nog vele mogen volgen, prachtig. Handtekening erop. Als nou 500 Urkse gezinnen meedoen en die geven 2 tientjes per jaar, dan hebben we 10.000 euro. En dan is deze donateursactie geslaagd en ik ben graag de eerste die dat doet. Bedankt. Ieder huishouden op Urk heeft een envelop ontvangen bij de krant. En het is even heel belangrijk dat de mensen hun handtekening op de machtigingskaart zetten. Dus zet hem op en ga aan de slag. We hopen natuurlijk samen heel veel brieven op te halen. Ongeveer, ik denk een stuk of 20 of zo. Het minimum is wat je aan kunt vinken is 5 euro per kwartaal. Per kwartaal, ja. Dat is echt het allerminimum. Maar we gaan natuurlijk voor op zijn minst een tientje per maand. Nummer 9. Hallo. Hallo. En jullie die enveloppen van de donateursactie al ingevuld? Nou, is dat enveloppen? Ja, dankjewel. En was je donateur of was je helemaal gemaakt erin? Donateur. Donateur? Ja. Nou, super. Wandelen? Ja. Komen jullie mee eten? Dat zou leuk zijn. Niemand thuis? Nou, dan gaan we naar het vogelhuis. Op Urk zijn ze wel allemaal erg iedereen steunen en altijd wel geld willen geven. Goed succes ermee. Dankjewel. Nou, gaat super eigenlijk. Nee, ik mag geen donateur. Ik heb mijn handtekening gezet. Ja. Oké, nou super. Ja, prachtig. Nou, hoe ging het? Samen hebben we er 20, toch? Ja, zoiets. 20. 20. Dat is heel veel. Voor 2 wijken. Voor 2 wijken is dat echt heel veel. We hebben inmiddels 1250 euro opgehaald. En we moeten naar de 10.000 euro toe. Maar ik verwacht dat dat wel gaat lukken. Waarschijnlijk denk ik nogal wat hoger ook. Het multifunctioneel centrum Tollebeek is bijna af, maar het heeft veel langer geduurd dan gepland. Tijdens de bouw is een groot aantal gebreken geconstateerd. Na maanden van discussies en herstelwerkzaamheden horen Jan en Henk van hun toezichthouder of het gebouw kan worden goedgekeurd. We zitten nu echt in een tijdsprobleem.
Want over enkele weken begint het nieuwe schooljaar weer. En ja, dan moet het gebouw in gebruik genomen worden. Kom erin. Dit is nou echt een voorbeeld dat had nooit mogen gebeuren. Of in de muur, of een stalen leiding of iets dergelijks. Men vraagt hier 40, 50 jaar garantie. Ja. Nou, je kan er geen garantie op geven. Nee. Hier kun je nou zien hoe dit is één keer gebruikt. Ja. Dit is typisch iets wat niet goed aangelegd is. Ja. Deze bankjes die horen hufterproof te zijn. En er zit een plugje in en een dingetje in. Het is nu al verbogen. Ja. Het is één keer gebruikt. Dat moet dan nog 50 jaar meegaan. Nog een hekelpunt. Hier hebben we eigenlijk een van de hoofdpunten waardoor het gebouw ook niet gebruikt mag worden. Deze brandscheiding van twee compartimenten waarin het gebouw verdeeld is, die is nog steeds niet goed gebeurd. De conclusie is dus dat ze het gebouw niet in gebruik kunnen nemen en niet in gebruik willen nemen. Nee. Als stichting willen we ook niet de verantwoordelijkheid nemen om een gebouw te laten gebruiken door kinderen, door sporters enzovoort, als de brandveiligheid niet op orde is. Bij Marga en Vincent gaan de dingen gelukkig weer goed. Door hard werken hebben ze een deel van de verloren tijd in kunnen halen. Het blote voetenpad is nu klaar en Vincent is begonnen met de inrichting van het museum. Heel de Noordoostpolder is volgelegd met drainagebuizen. Het was enorm nat natuurlijk hier. En men heeft besloten om overal in het land buizen te leggen. En dat in de eerste instantie werd het met de hand gedaan. Nou, dat is deze foto heel duidelijk te zien. En later werd het ook machinaal gedaan. En er in de heel de Noordoostpolder ligt genoeg draineerbuisjes, alles bij elkaar, om een hele keer de wereld mee rond te gaan. Niet iedereen kon zomaar boer worden toentertijd in de Noordoostpolder. Het was de beste grond van Nederland. Het was betaald door alle Nederlanders. En dat betekende eigenlijk ook van ja, daar moesten eigenlijk ook de betere boeren moesten daar naartoe. Dit zijn de eerste agrariërs, de eerste boeren van de Noordoostpolder. En een van de personen die hierop staat, dat is mijn vader. En wij vinden het toch wel leuk om dat verhaal van hun te gaan vertellen. Het is zijn keuze geweest om hier naartoe te komen, naar de Noordoostpolder, samen met mijn moeder. En dan komt op een gegeven moment de tweede generatie en dan sta ik hier. Dus dat is toch wel bijzonder. Kijk, hier heb ik ook nog zo'n foto. Boerderijen staan er of zijn in aanbouw, maar voor de rest niks, nog geen bomen. Strak polderland. Ja, dat vind ik mooi. De aanvraag van het Urker Jongerencentrum is inmiddels goedgekeurd door de LAG. Maar er mag nog steeds niet begonnen worden met de verbouwing. Het wachten is op de definitieve beschikking van de provincie. De donateurs worden langzaamaan ongeduldig. Vrijwilliger Jacob probeert via een radio-interview uitleg te geven over de situatie. Wanneer is tot nou echt de verhuizing gepland? We zitten nu natuurlijk nog maar een aantal weken voor de bouwvak. Met goed geluk dan kunnen we nog wel slopen. Maar dat we dan toch pas de bouwvak nou echt kunnen gaan bouwen. Het duurt zo lang en we komen maar niet verder en we blijven praten. Mensen die denken van, hoe zit het nou? Komt het een beetje argwaan? Komt het allemaal wel goed? En moet ik wel mijn bijdrage maandelijks nog wel over blijven maken? Zegt, ik zit er eigenlijk op dit moment helemaal door. We komen maar niet los met die bouw. Jacob heeft een spoedvergadering met het bestuur van de stichting ingelast om de problemen te bespreken. Dan word je op straat aangehouden. En dan krijgen de mensen toch zoiets van, doen jullie als bestuur eigenlijk je zaken wel goed? Want dat zeggen ze niet ronduit, maar dan zie je soms een leesje een beetje van de gezichten af. Ik denk dat we toch na moeten denken om een 14-daagse column in het Urker Land te hebben. Om in ieder geval eigenlijk de bevindingen en de voortgang ook te communiceren met de burgers. Er moet een bord bij het eiland neergezet worden. Mm-hmm. Van bouwbedrijf Post, die bouwt hier in opdracht van Stichting De Rots. En als daar een groot bord al staat, dan denken ze, er gaat toch wat gebeuren. Ja. Oké. Nou, super. Dus dan wanneer krijgen we dan de beschikking? Oké, dus dan is alles formeel geregeld, als ik goed begrijp. Ja.
Alleen, dan is de eerste natuurlijk... Mag ik even onderbreken op een vergadering? Ik heb hier Ingrid Hensen van de provincie Flevoland aan de telefoon. Uh-huh. En de beschikking is erdoor. Dus het is een feit. En de beschikking komt maandag en dan kunnen we ondertekenen. En dan is alles helemaal formeel geregeld. Ja, fantastisch. Nou, dat is fantastisch. Ik geef even de voorzitter, Ingrid. Ik zou bijna zeggen, ik spring tegen het dak aan. Want ik ben dus heel blij dat ik nu hoor dat wij maandag dus de stukken kunnen verwachten. Ze zijn inmiddels al op de post. We zijn er natuurlijk bijzonder, bijzonder verheugd mee. Je krijgt nu Pieter nog even van mij terug. Kom maar doen. Pieter, wat te vragen. Oké, is goed hè. Bedankt voor het bellen. Nou ja, dat kan natuurlijk niet mooier dat dat nu op deze ingelaste vergadering bekend wordt. Er wordt groot feest gehouden de komende week. Na een moeizame bouwperiode breekt ook in Tollebeek de zon door. Het is de laatste tijd nog wel eventjes erg spannend geweest of het allemaal goed zou komen. Na veel wringen is toch één voor één de verschillende gebreken hersteld. En dat heeft ertoe geleid dat uiteindelijk wij vorige week het gebouw in gebruik konden nemen. Alles even spik en span maken. De laatste vrijwilligers die zijn opgetrommeld voor de grote schoonmaak. En dat is dan eigenlijk de finale schoonmaak voor de feestelijke opening. We hebben een moeizame bouw gehad. En ja, dan is toch de kroon op het werk dat we het dan feestelijk het hele dorp kunnen tonen. Het is natuurlijk een hartstikke belangrijk gebouw voor het dorp. En van de dorpsbewoners wordt ook wel wat verwacht. Dus er een beetje goed mee omgaan. Het is ook ons gebouw, dus laat het maar gebeuren. Om er nou een schoonmaakbedrijf in te zetten, dat is gewoon, dan denk ik, ja, als je het toch met z'n allen even kan doen, dan doe je dat gewoon eventjes. Bij Marga en Vincent heerst er vrolijkheid. Vandaag worden het blote voetenpad en het museum geopend. Toch is Vincent ook wel een beetje nerveus. Het is nu ook een spannende dag. Gaan kijken wat er gaat komen vandaag. En kijken wat de reactie is van de mensen. Wat zij ervan vinden. Het is gewoon een prachtig project natuurlijk. Ja, geweldig. Ja, dank je. Er is koffie en een taartje, ja. Dus neem gerust. Hartelijk welkom aan iedereen. Met name al diegenen die iets hebben betekend hier. Kinderen die ons heel vaak hebben moeten missen, toch wel gaandeweg dit project. Nou, dan zijn we natuurlijk heel blij dat wij meneer Brunia bereid hebben gevonden om het officiële gedeelte eigenlijk voor zijn rekening te nemen. Hij is dus een van de langslevende pioniers die hier als eerste bedrijven hebben toegewezen gekregen. Als u hier zo aan de touw gaat trekken. Ziet u? Nou, klopt. Ja, veel anders dan nodig. Ja. Ja, wie niet, hè? Wie niet? Ja. Het is gewoon leuk, al die mensen die daar zo rondneuzen. Het is toch wel grappig, je hebt het zelf gemaakt en nu gaan andere mensen daar naar kijken. Denk, zou ze het wel net zo leuk vinden als ik, weet je. Maar goed, het zal wel goed komen. Iedereen is heel benieuwd naar het blote voetenpad. Ook lachvoorzitter Gert-Jan van Tilburg. Ik ben zo ver. Voor het donker terug zijn, hè? Ja. Het is heel bijzonder om te voelen, dit hele pad. Die prikkel van de polder, die vrijheid, ruimte, schoonheid, dat is het echte poldergevoel. En misschien dat dat pad dat gaat stimuleren nog bij mensen die het niet hebben. Die moeten hier eerst gaan lopen. Deze is echt geniepig. Zij kan dat zo. Ik kan dat niet. Dit is de heftigste. De reacties zijn leuk en mensen vinden het toch allemaal wel heel erg bijzonder. Het voelt lekker, het voelt vrij, het geeft een beetje een vakantiegevoel. Nou, we zijn nu los. De druk is eraf. Ja, de druk is eraf. Het was wel zaak zeker dat we vandaag open zouden gaan. Het bloeit nu allemaal mooi, de bloemetjes zijn op kleur en het is allemaal prachtig. Daar hebben we wel heel hard voor moeten werken nog, ja.
hoe ga jij nu verder? We moeten eerst ons huwelijk weer op de rails zien te krijgen. Oh ja, oh ja. Het huis opruimen en zo, ja. Want het is ook een puinhoop. En als het winter wordt, dan gaan we winterslaap houden. Wij zien heel veel mogelijkheden om dit project gewoon verder uit te bouwen. En je kunt er nog heel veel leuke dingen omheen breien. Verder pionieren. Verder pionieren. En dan is het toch een beetje, na goed overleg met elkaar, gewoon gaan met de banaan. De Urkers gaat het voor de wind. De verbouwing van het jongerencentrum is in volle gang. Het nieuwe plafond zit erin, het meubilair is geplaatst en de vrijwilligers zijn al begonnen met het verven van de muren. Urken kleuren zitten erin, het striebordje zeg maar, dat is van Urken klederdracht. Bij het begin hebben we daar rekening mee gehouden dat we het met vrijwilligers zouden gaan schilderen. Dat de vrijwilligers zelf het idee hebben als ze hier binnenkomen van hey, dat is leuk, dat heb ik zelf een stukje aan meegewerkt. We gaan nou dit gedeelte hier doen, dat zijn de vissers. Urk is natuurlijk verbonden met vis helemaal, dus vandaan die vissers. Die moet je opstellen? Die twee, ja. Ja. Elke keer als je de trap dan afkomt en dat je die grote muurschilderingen en zo ziet, dan denk je gewoon echt, dit hebben we gewoon met z'n allen voor elkaar gekregen. Dat is gewoon ook heel mooi om te zien hoe iedereen samenwerkt en iedereen meehelpt tot een heel mooi groot geheel. Ik vind dat tot nu toe heel erg veel vooruitgang is geboekt. Als je nou beneden kijkt, maar ook als je hier naar de hal kijkt, ziet het er gewoon veel leuker uit en veel gezelliger. En het gaat echt wel wat worden, denk ik. Na anderhalf jaar bouwen wordt vandaag het multifunctioneel centrum in Tollebeek feestelijk geopend. Je ziet het, hè? Iedereen aan het werk en ik sta met mijn handen in de zaak, zo hoort het. Ik denk dat er nog een hele rondtijd. Na 4 jaar hard werken, overleggen, beslissingen nemen, hoogtepunten pakken, maar ook vele teleurstellingen mee naar huis nemen, vinden wij als dorp dat jullie toe zijn als een ontspannen slotdiner met elkaar. Namens het dorp, bedankt en Tollebeek is Tollebeek omdat jullie er wonen. Mooi. Om je heen kijkend, heel Tollebeek is er zo ongeveer. En een heleboel mensen van ons dorp gaan ook op diverse manieren van het centrum gebruik maken. En dit is dus de beroemde VIP-tribune. Je kunt hier een skybox huren en dan naar het kampioenschap. Als we voor het kampioenschap gaan, dan gaan we kijken. Bij deze uitgenodigd. We hebben nu ook al weer een voetbalteam uit Friesland. Nou, die komen hier binnen en die staan te kijken. Joh, wat is dit? Zo'n dorpje en dan zo'n accommodatie. Hoe kan dat? Nou, dat is de kracht van Tollebeek, denk ik. Een project als dit, als je eraan begint, dan denk je van nou, dat doen we even tussen koffie drinken door. Maar de werkelijkheid is dat het toch erg veel tijd neemt. In het afgelopen jaar ook best wel wat nadigheid voor de kiezer gehad. Ik weet wel dat de mensen van de MC-commissie dat die wel eens gedacht hebben en gezegd hebben van ik stop hiermee. Zo moeilijk is het toch op sommige tijden wel geweest. Maar van de andere kant was er ook altijd weer iets van we blijven gaan. Ik ben 10.142 keer met de auto hier naartoe gereden. Maakt allemaal niet uit. Ik doe nog wel een keer zo'n project. In een paar jaar leer je ongeveer half Tollebeek kennen. En ik heb er inderdaad een aantal vrienden in Tollebeek aan overgehouden. We hebben alles gedaan met elkaar. Mensen die elkaar gewoon eigenlijk totaal niet kennen. Daar hebben we nu avonden mee vergaderd. Ruzie mee gemaakt. Gelachen. En je wordt er allemaal sterker van. Van alles leer je. Hetgeen wat je eraan aan overhoudt is onbetaalbaar.
Voor Urker Jongeren is de grote dag aangebroken. Over anderhalf uur wordt een jeugdcentrum geopend. Voor Pieter een stressmoment, want hij is ondanks een week van voorbereidingen nog niet helemaal klaar. En dan zet je erop, donateursactie erop. Nee, gewoon openingshandeling. Leader. Ja, leader. Wethouder Post. Vlaggetjes, wat moet ik nou met die vlag? Ze hebben mijn vlag gebruikt. En hangen we even naar ergens op aan de wegkant of... Wil je wat touwtjes voor me dan? Ja. Ja, oké. Okay. Het is een geweldige prestatie die hier geleverd is. Er is op werkelijk onnavolgbare wijze is hier zeg maar, de laatste twee jaar gepresteerd wat ergens anders naar je gewoon jaloers wordt gekeken. En er is een heel oud gezegde. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. En ik denk dat dat samen kom je verder hier gestalte heeft gekregen. Zoveel mensen die meegeholpen hebben en zoveel mensen die ergens een penseelstreekje hebben gemaakt of ergens wat hebben neergezet, dat het echt een gebouw van iedereen is geworden. Het voelt ook echt als iets van ons. Pieter, ik bedank je voor het vele wat je hebt gedaan in het hele project. Je was er of je kwam eraan? Ja. Ik geniet ervan dat er zoveel mensen zijn en dat het leuk is hier. Ik ben wel trots op wat we hier met z'n allen hebben bereikt. En ik hoop dat we hier nog vele jaren gebruik van mogen maken. Toen ik hier voor het eerst kwam, toen was het echt een troosteloos hol eigenlijk. En als ik kijk hoe het er nu uitziet, ik vind het prachtig. Ter ere van de opening is ook aanwezig de nieuwe gedeputeerde van de provincie Flevoland, Jan-Nico Appelman. Je ziet dat het ongelooflijk lastig is om dit soort projecten echt van de grond te trekken. En als je dan ziet dat er een project is wat lokaal zoveel draagvlak heeft met zoveel vrijwilligers. Ja, dat komt echt van binnenuit, vanuit het hart. Mooier kun je het niet hebben. 1, 2, 3. Solidair! Heel veel werk in, maar we zijn heel erg trots op hoe het is geworden. En we kunnen de komende 45 jaar kunnen we echt weer vooruit. Mensen hebben dromen en Leader helpt dromen te realiseren. Dromen verwezenlijken vraagt veel inzet en doorzettingsvermogen. Soms gaat het makkelijk, soms is het zwaar. Maar het eindresultaat maakt het allemaal goed. Betere voorzieningen, meer betrokkenheid bij de omgeving, maar ook onbetaalbare ervaringen en nieuwe vriendschappen. Leader is er voor mensen. Mensen die zich samen inzetten om te bouwen aan een vitaal platteland.